9 november 2017 vond in Wageningen een gesprek plaats over de kansen van insecten voor de Food Valley. De eiwittransitie en het verduurzamen van ketens zijn belangrijke ambities in de Food Valley. In de regio Food Valley staat de eiwittransitie in de voedselvisie. En onze rol zien wij het als mensen bij elkaar brengen, samen de kansen identificeren en partijen helpen om die volgende stap te zetten. Ja, ik denk dat het een heel goed initiatief is. Zeker hier voor de regio Wageningen, Wageningen Universiteit. Ik denk dat het absoluut toegevoegde waarde kan hebben hier in de regio. Er wordt vaak gezegd, je eet allemaal al insecten. Ik denk dat u dat verhaal wel kent. Dat we op dit moment twee problemen in de wereld hebben waar we tegenaan gaan lopen. Dus één, ons eiwitprobleem. En twee, een enorme berg voedsel die niet gebruikt wordt. En de brug daartussen is een insect. Het zijn de grootste biomassa op aarde. Zijn erg efficiënt en hebben de mogelijkheid om van laagwaardige plantaardige resten hoogwaardige dierlijke eiwitten en vetten te maken. In januari zijn wij gestart met de krekelkweek voor humane consumptie. Het plan was dat de krekels naar Zwitserland zouden gaan. Alleen, zoals hier al staat, moesten wij onze koers wijzigen omdat er een haperende wetgeving was. Je kunt de insectenproducten rechtstreeks gebruiken richting feed, ook richting food, en je kunt er eventuele stoffen uit gaan halen. Zeg maar, ook voor de verwerkte producten, voor poeders of wat ook. Ja, daar zie ik echt geen belemmeringen waarom dat niet door de fabriek heen kan gaan en in het voer verwerkt kan worden. Na de sprekers, die werden afgewisseld met insectrijke hapjes tussendoor, vond nog een zaaldiscussie plaats. Daaruit bleek dat er nog veel vragen leven, zoals wat de milieueffecten zijn van insecten in de keten, welke wetgeving nu precies geldt en wanneer er meer ruimte komt en of insecten een positief effect hebben op de gezondheid. Er werden ook kansen besproken, zoals insecten als duurzame eiwitbron in diervoeders, insecten voor menselijke en dierlijke consumptie en kansen voor andere branches naast consumptie van de insecten. De reacties na afloop van de avond waren positief. Ik vond het een hele interessante bijeenkomst. En vooral omdat de insectenwereld een vrij nieuwe wereld is. Geslaagde avond omdat er zoveel verschillende mensen aanwezig waren die verschillende dingen vertelden over de insecten. Veel van opgestoken en ik zie ook dat er werk te doen is. Heel veel verhalen kende ik al wel. Alleen het is altijd goed om weer nieuwe inzichten en andere wetenswaardigheden mee te nemen. Partijen gaan naar huis met inspiratie. Wij hebben zelf een beter gevoel bij de stappen die we kunnen zetten om de ambities op het gebied van eiwittransitie waar te maken. En ik hoop dat er een boel nieuwe samenwerkingen tot stand zijn gekomen.